Hi Brandy. Hi schat. Hi schat. Lekker in de schaduw daar. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 20 augustus 2023. En het is nu 2:15 aan het worden. Ja, en dan heb ik hier een heel lief hondje. Genaamd Beauty. Ja, inderdaad. Genaamd Beauty, hè. Ja, Beauty, hè. En dan hebben we daar Speedy. En ik kan jullie nu al vertellen dat het buiten heel mooi weer is. Ga je mee op je stoel zitten? Kom dan. Op je stoel buiten. Kom maar. Kom maar. Naar buiten. Ga maar naar buiten. Ik loop achter jou aan. Ga maar naar buiten. Op je stoel. Waar is jouw stoel? Op buiten. Waar is jouw stoel buiten? Laat me zien. Waar is jouw stoel buiten? Waar is jouw stoel buiten dan? Is dat die? Ga dan. Ga maar op je stoel. Ja. Maar dat is lekker, hè? Hey. Nee, dat is wel lekker. En wat ik dus al zei, het is stralend mooi weer. Ja. Ja. Het is mooi weer vandaag. Ja. En ik word dus zometeen opgehaald. Ja. En door wie? Dat gaan jullie zometeen allemaal vanzelf zien. Tien over twee, denk ik. 2:50 word ik opgehaald. Dus. En Rodi gaat met de hondjes even weer naar zijn ouders. Dus. Ja, ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Hi kerel. Hi mannetje. Wat. Zo. En daar loopt Draki, hè. Ja, die moet even opruimen ook. Dat weet ik vanaf straks later. En dan hebben we hier. Wie hebben we hier dan? Alle drie is even de kooi openen. Wie hebben we hier? Dat is Brandy. Hi, wijfie. Hi, schat. Hi, meisje. Hi. Hi, kind. Ga eens naar buiten, kom. Ja, joh. Hi. Kom je ook even snuffelen, schat. Kom je ook even kijken. Hm? En dan ga ik het even gemeen doen voor ze. Vind ik leuker. He. Nou, dat is dus Brandy. Zoals net. En waar? Oh, kom. Nou, dat is Iloni. Ja, hi Iloni. Hi schat. En we hebben hier Charlie. Hè? Ja. Hi Brandy. Hi schat. Maar jij bent ook niet bang of zo, ja? Alleen nog wel. En wel voor de camera, maar. Komt ook wel goed hoor, die camera doet je niks. Hier. Toch niet? Kijk hier. Zo, beter? Zo. Wazig. Jeetje, mina.
Hij is goed. Hi, Brindy. Dan ben jij mooi. Nog steeds het kleinste van de stille. Nou, ik doe het dingetje weer dicht. Kan ze lekker eten op de gemak. Ja, en ik ga nog even een beetje editen. We daarin zeker. Ik word rond 2:10 opgehaald. Ja. Ja, echt wel. En ik ga even een colaatje drinken. Ja. Ik sta dus nu weer lekker op mijn favoriete plekje hier. Heerlijk. Zalig dit, echt waar. Heerlijk. Dus ik moet even wachten nu. Ja. Ik krijg al wel 2 duimpjes. Dus ik weet dat hun onderweg zijn. Dus ja, het is nu even afwachten vanaf welke kant. Ik denk dat ze weer vanaf die kant afkomen. Zoals bijna eigenlijk altijd. Want vanaf die kant komen ze niet. Denk ik. Kan wel. Het is 1 keer eerder gebeurd. Dus. En bij hun weten we het toch nooit. Van welke kant. Maar. Ik heb een vermoeden van die kant. Maar ik hou ook altijd die kant in de gaten. En wat ik dus al dacht, ze komen dus van die kant af. Ja, helemaal leuk. En daar zijn ze al. Jee. Druk stuk, klopt. Nou, die kruispunt gaan we eerst gaan naar rechts. Man, die is toch, dan staan moest je hem scherper nemen, maar nu heb je het goed gedaan. Ja. Heerlijk, maar lekker druk, heerlijk. Daar leer je van, met drukte. Klopt, want tegen die tijd is het weer druk hier in Nederland. Die vrouw had moeten wachten, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Scherpe bocht, daar moet ik niet. Ik weet niet wat haar aan het doen is. Ja, want je kon ook niet anders. Nederland, hè? Die laten niemand voor. Nee, die Hollanders zijn niet normaal, hè? Nee, ja.
weekend naar wel tegen. Maak er extra goed. Ja, dat weet ze wel. Ja, dan gaan we niet hier naar links, niet daar, maar daar. Waar die zwarte Audi. Je doet het niet. Nee, omdat ik... Ik begrijp ook niet waarom ik dat niet doe. Omdat ik hier in deze auto zit, denk ik. Je moet gewoon mee communiceren. Normaal doe ik dat wel. Ja? Dat is het gekke. Oké, dan gaan we naar links. Hoe je remt, moet je ook gassen, schat. Alsjeblieft. Je remt toch net. Gas ook dan. Gas, alsjeblieft. Gas, alsjeblieft. Ja, niet zo overdreven, gewoon subtiel. Ga naar rechts. Goed zo. Oké, en dan let op, juist. En dan moet je nu een beetje gas afslaan. Kijk uit. Oké, dan gaan we naar links. Goed, rustig. Je hebt een beetje moeite met dat subtiel gas geven. Rustig, rustig. Gewoon naar rechts. Ja, goed gedaan. Juist. Goed zo. Oké, en dan gaan we volgende verkeerslicht gaan naar rechts. Nu even alleen in de gele J. Ja, zoals iemand dat vanmiddag zei tegen mij. De gele J, dat klopt helemaal. Het klopt wel, de gele J. Als jij dat wil? Nee, nee. Ah, oké. Ja, dan moet je het ook niet vragen. Mag ik ook in een vlog? Ja, van mij wel. Dan moet je het ook niet gaan vragen, ja toch? Maar oké, dat zeg ik. Zei iemand inderdaad, de gele J. Nou, dat klopt wel. De gele J. Ja. Even kijken wat ze hier weer hebben vandaag. Misschien, ik weet niet of hij dat lekker vindt. Even bellen. Bellen is sneller. Ja, dat is fijn. Zal ik even wel bellen? Is grappig. Yo. En ze hebben bij de bakkie hebben ze macaroni hamkaas. Hamkaas. Wil je dat? In een zakje? Nee, hamkaas. In zo'n bak. Hè? Hamkaas. Ja, dan moet je maar even kijken op je foto. Ja, ik heb je nu net een foto gestuurd. Ja, die baanpakket die wou ik net pakken. Maar deze man is er geschaamd worden dan mij. Lekker. Nee? Oké, okay, check. Dank je. Later. Ik zie je straks. Hoi. Kom dan. Hey, puppy. Hi, kom. Ga mee. Hi, Leed. Kom, ga mee. Ga je mee? Kom. Naar papa toe. Toe. Hi, kom. Waar komt? Kom.
Ja, ik ben er. Lekker hè, in de tuin hè, en bij oma. Lekker hè. Hola. Hallo. Hi puppy. Dan ga je alleen daar komen kijken. Nou, hé. Hey. Hé, hey, schat. Hallo. Is dat lekker? Ja, dan wil ik even rijden. Hi. Wait. Lady. Hi. Hi, moms. Dag, lieve. Hoe is het ermee? Lekker, lekker, lekker. Alvast twee. Twee. Straks en straks heb ik meer in de auto. Oh, nou zit het. Ja. Te gebruiken. Tot en met 22 maart. Hij schudt. Oktober. Lekker in de schaduw daar. Ja. Vaste plek. En samen minder bestuurd. Hey. Ja. Goed hè? Dat is heel goed. Maar hoe gaat het met u verder, mam? Wat zeg je? Maar hoe gaat het verder met u? Met lopen en alles? Ja, ik vind wel dat het een stuk beter gaat. Mooi. Ik moet van de week, geloof ik, moet ik weer naar de specialist. Ja. En dan wil ik bezweren dat ik weer kan fietsen. Ik mag niet fietsen, hè. Oké. Okay. Maar ik wil fietsen. Ja, snap ik. Wat een onzin, ik kan ook de trap lopen, dan kan je toch ook wel fietsen? Ja, maar het moet en rustig aan, hè. Willen ze? Ja, maar... Willen ze? Ik ben al... 26 maart lag ik in het ziekenhuis. Dus april, mei, juni, juli. Binnen een half jaar. Hmm. En ik heb niet zoveel tijd meer, dus we moeten opschieten. Dus vrijdag moet ik daar naartoe. Dus ik er even... Ha, fijn vertellen. Op wil schieten. Juist, precies dat. En zegt hij, ja, mevrouw, u bent ongeduldig, dus dan moet u nog maar even wachten. Ik ken die helemaal niet. Nee, precies. Kijk, ik ken alleen maar dokter McKenzie, maar dat zegt jou waarschijnlijk niks. Dat was een gynaecoloog. Uh-huh. En die heeft mij... gered van de dood toen ik Madelon verwachtte. Die heeft echt alles gedaan. Dus dan kon ik altijd terecht bij die man. Lekker. Wat het ook was. Okay. Al was het in de nacht. Ik ben wel eens een keer 's avonds laat gegaan. En ook als ik een patiënt had. Okay. Kon ik hem ook raadplegen. Mm-hmm. Maar ik heb geen huisarts. Ik heb wel een huisarts, maar die man die heb ik nog nooit gezien. Ik zou niet weten hoe die huisarts. Dus, en hoe gaat hij met jou, schat? Ja. Dus nou ja. Ja, gaat wel. We zullen het wel zien waar het schrift staat. Maar al mag ik niet fietsen, ik ga het niet fietsen. Een roomtrainertje nemen. Hi. Ik vind jullie ook een fiets lopen, hè? Hi, pup. Hi, puppy. Hi, kind. Ja, je bent braaf. Ja. Oh, kom je kijken bij mij. Zitten. Zitten. Goed zo. Het zou... Zijn we ontzettend lief, Karin. Ja, dat, ik weet het. Alleen, ik ben ook heel blij in dat ze ook... Ik... Nou ja, ik... Ik ben blij dat, en dat deze dame gewoon ook hier blijft, lady. Want omdat via de voorkant, zeg maar, dan kan ze er ook zo in één keer uit. Toch? Of is daar ook een poortje? Ik weet het nou even niet. Nee. Dus daar kan ze er gewoon in principe uit. Maar ik vind het wel heel netjes en dat ze hier gewoon blijft. Kleine. Ja. Kleine. Zachtjes. Tempo. Tempo team. Ja. Ik noem haar tegenwoordig Tempo Team, schat, deze dame. Omdat zij nog wel eens heel langzaam wil lopen. Ja, lekker. Dat een beetje even. Jo, goed even daar. Moest kijken hoe ze ook gewoon naast Lady zitten. Het was eerst kop kleiner. Twee koppen zelfs. Nee. Ja, je moet ook gewoon ook zeggen voordat je het geeft, zachtjes. 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 Dan moet je lady ook eventjes nu even nog eentje, een klein stukje geven, maar dan ook zeggen dat ze zachtjes moet doen. Lady, zachtjes. Kijk, want dan snapt ze het. Anders niet hoor. Dit hoekje ga ik ook eens even op gaan ruimen. Wat weg kan, gaat gewoon weg. Waar ik niks meer mee doe. Sorry. Dit moet ik ook allemaal nog opruimen. En dan heb ik Ro een opdracht gegeven. Die is al bezig. Ja. Ja, precies dat. Ja hoor, dat heb ik voor je. Ja hoor, tuurlijk, uiteraard. Waarom niet? Waarom zou ik dat niet hebben? Nee, dat weet ik ook niet. Daarom juist.
zou het ook berot niet weten waarom ik... Nee hoor, tuurlijk heb ik dat, weet je. Gewoon wat weg kan, gaat gewoon weg. Opruimen.nl is altijd handig. Lekker opruiming houden. Dat is heerlijk. Dat is fijn. Om even op te ruimen, zeg maar. Dat is leuk. Kijk dit dan, mevrouw zeehond. Dan gaan ze ook af. Liggen. Liggen. 1. Ga af. Die lag zo lekker. En jij moet niet zo piepen. Oh, ik weet wat je wil. Jij wil naar buiten. Jij wil met balletje gooien. Is dat het? Wil je balletje gooien dan? Wil je balletje gooien? Ja. Zal ik balletje meenemen dan? Ja? Oké, kom maar aan. Ja, kom maar aan. Goedenavond. Zoals jullie dus kunnen zien, lig ik lekker op bed. En dat betekent dus dat ik lekker ga slapen. Ja, ik moet me nog even uitkleden. Maar oké, dat hoort er ook allemaal bij. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Zo ja, ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog. Abonneer even. Reageer en abonneer. En dan ga ik zeggen, en belletje aan. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen.